Welkom bij Barbecue Brommer. Mijn naam is Rinus Poot en vandaag maken wij een heerlijk gevuld stukje buikspek met mac and cheese. Barbecue is what we do. Ja jongens, wat is er nou niet lekkerder op de barbecue als een goed stukje buikspek en dan ook nog gevuld met mac and cheese? Ja, helemaal geweldig. Maar eigenlijk moet hij nog even de koelkast in, want we moeten die mac and cheese voorbereiden. Dus dat gaan we meteen doen. Kijk eens aan, die ligt lekker in de koelkast. We gaan vandaag zeker hele leuke dingen doen. We moeten natuurlijk een zak maken van de buikspek. Die gaan we dichtnaaien en daar heb ik een leuk trucje voor. En we gaan even goed kijken hoe we nou met het ding moeten stoken om die temperatuur niet te veel te laten schipperen. Kijk eens aan, ja, zoals je nu kunt zien staat het dus rond de 100, 110 graden. Dat vind ik te laag, want ik wil zo rond die 140, 150 zitten. En ik heb ongeveer 3 splitten erin liggen. Kijk, en dat gaat eigenlijk prima. Hij stookt mooi, hij heeft geen vieze rook. Maar we willen wat hoger in temperatuur. Dus wat ga ik nou doen? Ik gooi er even 2 splitten bij op, zodat hij meer ontbrandt en de temperatuur omhoog gaat. Kijk eens aan, dat staat er mooi bij. Trek ik even lekker mijn handschoentjes aan, want we gaan naar mac and cheese. Ja jongens, die is er niet gek op. Lekkere macaroni met 3 soorten kaas. Jalapeno, uien, ham en maple syrup. Ja, en we gaan er nog echt maar een beetje rook in stoppen, dus dat wordt helemaal compleet. En nu denken jullie bij je eigen, hey Rinus, je zit toch in een keto-dieet of in een carnivore-dieet? En dat past toch helemaal niet? Nou, dat klopt ook. Maar ik kan niet altijd voor mijn eigen koken. Binnen vinden ze dit ook wel lekker. Dus daarom is dit eigenlijk ook voor jullie en voor hun. En ik eet hier niet van. Zodat iedereen niet weer in de comments begint van hey, ik kan niet voor, je bent allemaal rare dingen aan het doen. Doe ik niet, want ik ben er lekker stevig nog steeds in. Laten we dus ook meteen beginnen. We duiken de pan in. En als eerste gaat er in het midden van de foliepan 125 gram ongezouten roomboter. Daarna nemen we 250 gram grote macaronibochten. En voor wat smaak 2 jalapeno's en een uitje. Dit is trouwens ook hartstikke lekker bij een gewone barbecue. En daarbij past perfect een grote ham met hamblokjes. Dan gaan we nu over op de kaas en dat is 150 gram droge mozzarella. En 150 gram cheddar. En als laatste 150 gram goudse kaas. En natuurlijk een goede scheut maple syrup. Ho, wacht even. Misschien vind jij het wel lekker om whisky te drinken. Dit past hier namelijk perfect bij met die maple syrup. Dus doe er gerust een scheutje doorheen als je het lekker vindt. Gaan we weer terug. Dan gaat er nu een beetje nattigheid bij en dat is 250 ml kookroom en 250 ml volle melk. En dan als allerlaatste gaat er nog een barbecue rubje overheen, een all-purpose rubje. Dit past daar prima bij en geeft toch lekker die barbecue flavor. Strooi het er lichtelijk overheen, want zo moeten we de boel nog helemaal om elkaar heen roeren en smutselen in de barbecue natuurlijk. Kijk eens aan, die is over klaar. Trekken we meteen de barbecue open en dan mag die in de midden erin. En daarna zet ik dan mijn skulthermometer. Dan kan ik even goed in de gaten houden of die in de goede zone zit. Voor 20 minuten, want daarna gaan we roeren. A few moments later. En dat is dus nu. En neem dus een houten lepel en geen vork, want dan prik je door die aluminium pan heen. Vervolgens roeren we hem dus lekker rustig helemaal om, zodat alles mengt en al die smaken samenkomen. En daarna garen we hem door en dan niet helemaal totdat de macaroni helemaal gaar is, maar eigenlijk 3/4. Oh, jongens. Ja, ik sta dus wat voor te huilen zo lekker als dit eruit ziet. Maar dat is dus niet het geval. Ik kreeg namelijk rook in mijn bakkers. Nou ja, goed. We gaan nu in ieder geval sluiten. Kwartiertje en dan zijn ze gaar. Dan weet ik dat zeker. Gaan we zo natuurlijk even naar kijken. Vind je het trouwens leuk en interessant wat ik vandaag aan het doen ben? Blijf even hangen. Je hebt geluk. Het kost vandaag namelijk helemaal niks. Ik steek hier heel veel energie in. Ik maak 3 video's in de week. Allemaal om jullie te inspireren. Dus doe ook eens even wat voor mij. Dankjewel. Gaan we gelijk weer naar de volgende. En dat is dus nu. We trekken hem ook gelijk open. Ga je hem even laten zien. Zet hier lekker te borrelen. Even de doekjes erom. Ja, kijk. Ik weet niet of jullie zo een beetje kunnen zien. Maar dit is dus perfect. Zetten we hem nu ook meteen aan de kant. Zodat hij even iets af kan koelen. En gaan we naar het buikspek. Dit is een prachtig Hollands stukje buikspek van 1,5 kilo. Ik heb hem hier lokaal gekocht. Nou, wat gaan we er nou mee doen? We gaan hem eventjes goed neerleggen. Dan kijken we hem even rondom na. Ja, vier vrienden, zoals je ziet is het dus een mooi rechthoekig stuk. Ik zie ook geen vlies of geen fladders, dus hoeven we er weinig aan te doen, dan kunnen we gelijk beginnen. We nemen nu dus een goed scherp mes en die steken we in het dikste stuk in het midden van het vlees. En doe dit vooral voorzichtig, want je zit zo in je vinger of door dat vlees. En dan heb je een gat waar de mac and cheese uit loopt en dat wil je niet. Dan heb je je buikspekzak op maat ingesneden en voel je met je hand of alles vrij is. Dan gaan we naar de volgende stap en nemen we dus een slagerstoutje en een spies en die chop je even lekker doormidden. Dan hebben we dus het puntje van de spies nodig, maar aan de andere kant glijdt ons touwtje eraf. We gaan nu dus een ladeernaald maken en deze techniek ofwel methode kun je op allerlei manieren hanteren. Je kunt dus aan het touwtje waar we zo te gaan bevestigen wat spek knopen en als je dan door je vlees heen rijgt, krijgt mager vlees die smaak en het vet en droogt die minder uit. Dan knopen we voor nu het touwtje vast aan de spies en wat ik net dus vertelde gaan we nu dus niet hanteren, want we hoeven eigenlijk alleen die zak maar dicht te naaien.
Ja, het klinkt een beetje gek, maar trek je touwtje strak aan, want we gaan een buikspekzak dichtnaaien. Joehoe! Kijk eens aan, leggen we het touwtje even aan de kant. De mac and cheese heb ik ondertussen een beetje omgeroerd en die is al lekker afgekoeld. We nemen nu een pollepel en onze buikspek en die hou je gewoon overeind als een zak. Ja, dit is je buikspekzak. En dan gaan we dus voorzichtig onze buik voor onze mac and cheese erin lepelen. Dus je doet de pollepel erin, die laai je zak en dan keer je hem om. Zo smeer je niet de hele boel eronder en kun je hem dus perfect vullen. Dan hou je de randen een beetje schoon, een centimeter of 2-3. Hou je goed schoon en dan nemen we onze prikker met het touwtje eraan. En die rijgen we nu dus door het vlees en ook door de andere kant van het vlees en dan trek je hem aan. En dan doe je 2 centimeter verder weer en 2 centimeter verder weer en 2 centimeter verder weer. Zodat hij dus helemaal mooi dichtgenaaid zit. Ik ga de bovenkant nu insnijden als een ruitpatroon. Dat gaat straks opwarmen, het vet gaat beter smelten en je krijgt er een hele leuke structuur van wat er leuk uitziet. Hebben we dat gedaan, dan zetten we hem rondom in de spicy chipotle. Dan zit er iets hitte in en een lekkere Texaanse Mexicaanse smaak. En dan zijn we zover klaar. Ik heb hem maar even op een rooster neergelegd, dan kun je hem makkelijk vervoeren. Dit is het dunne stuk en dit is het dikke stuk. Dit is dus massief vlees en daarom heb ik daar ook de thermometer daarom erin gestoken. We trekken nu meteen de barbecue open. Ik leg hem weer in het midden. Ik heb hem namelijk niet meer bijgevuld. En hij zit nu ongeveer rond de 110, 120 graden. Dus dat is perfect. En dan gooien we er zo wel even wat houtjes bij. Maar voor nu ligt de buikspek er prima in. Sluiten we de barbecue. Ik gooi er gelijk even een stukje of 4, 5 van die split op. En dan wachten we het er even af. A few moments later. We zijn ongeveer een uurtje of anderhalf verder. De barbecue staat al mooi rond die 110 graden. En ik ben erg benieuwd naar de kleur, dus we gaan even kijken. Wow, en zoals ik het nu kan zien, ziet hij er dus fantastisch uit. Het valt me echt alles mee. Super juicy, mooie kleur erop. Zelfs echt wel hier en daar zover dat hij er echt uit moet gaan, want de hoekjes worden al wat donkerder. Jongens, we halen hem eruit. Kijk daar jongens, ja, niet normaal joh. Ja, hier word ik wel echt blij van zulk resultaat. Ik vind het zo jammer dat ik het niet mag eten. Maar goed, die wespen vinden het ook wel lekker. Tijd om aan te gaan snijden, want die binnenkant is ook wel belangrijk. Wat een veelzijdig stukje vlees dat buikspek en kost ook helemaal niet veel. Echt super lekker om een keer geprobeerd te hebben. Ik weet niet of jullie er al eens burnt ends van gemaakt hebben of dat soort dingetjes. Laat me maar eens weten waar je mee gedaan hebt. Ja jongens, daar zit het weer op voor vandaag. Ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben. Net als elke week zeggen we dan hashtag verrekte lekker en tot de volgende. Hallo vuurbeest, blijkbaar wil je nog meer inspiratie? Klik dan eventjes op de video's die nu naar voren komen. Eet smakelijk. Pom 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 pom.